Hoe je ervoor kunt zorgen dat het droog blijft achter de tegels, gaat Fabian nu demonstreren. Voor we gaan voegen, de voegbreedte is van groot belang. Minimaal 2 mm. Wordt het minder, dan moet je heel creatief geworden om de voeg goed gevuld te krijgen en een stevige voeg te kunnen houden. Belangrijk bij het mengen van je voegmiddel is de mengverhouding. Te veel water en je voegmiddel loopt uit je voegen, te weinig water en het droogt te snel op. Je krijgt daarbij ook zwakke voegen. Dat betekent dat er vuil en water achter je voegen komen en je uiteindelijk opnieuw moet gaan doen. Ik moet zeggen, dat voegen vertrouw ik jou wel toe, Fabian. Dankjewel. Nog een paar punten op een rijtje. Een minimale voegbreedte van 2 mm. De juiste waterverhouding van de mortel. Een verwerkingstemperatuur van 20 graden Celsius. En laat de voeg goed droog. Een kleine tip. Het overtollig voegsel kun je met een oude krant, als het wat droog wordt, mooi wegpoetsen. Come on, yeah, 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 yeah.